kamer van Annelies de Kort. Annelies de Kort is mijn moeder. In de woonkamer zie je heel veel handwerkdingen, zelfgemaakte dingen. Het tapijt, dat had ik zelf geknoopt. Ja. En die tafel, zo hadden we hem ook zo precies. Zo'n poeverrestjes leer. Nou ja, zo'n gebreide trui hadden we natuurlijk gewoon. Wat ook wel grappig is, is hier Floor. Met het jurkje wat ze aan heeft. En het blauwe broekje eronder. Kijk, dat heb ik dan weer gevonden in een fotoalbum. En dan maak ik dat weer precies na. Zo heb ik met heel veel dingen gedaan. Ik heb eindeloos fotoalbums doorgekeken. En uit herinnering natuurlijk ook wel. En wat ook wel leuk is, is hier die speelgoedton. Dat had ook iedereen. Dat was gewoon zo'n, in zo'n ton zat waspoeder. En als dat waspoeder op was, dan deed je er een cadeaupapiertje of een behangpapiertje of zoiets overheen. En dan had je een ton om speelgoed op te ruimen. En wat kocht je dan eigenlijk in de winkel qua meubels? Zo min mogelijk, maar we hadden ook niet zo erg veel geld in die tijd hoor. En we kochten heel veel van dat witte, dat was eigenlijk gewoon vezelplaat. Met wit plasticachtig eroverheen. En daar maakten we allemaal meubels van. Ja, je ziet ook nog een hele rits woordenboeken staan. Nou ja, die heb je nou ook niet meer nodig. Je kan nou alles online vinden, maar... Maar de tv eigenlijk? Jawel, jawel, daar is de tv. Ja, nou, en heel veel spelletjes. En heel veel pick-up platen. En ook aardig wat drank. En een volle asbak. En een pakje shag en een doosje lucifers. Roken, ja. Ja, dat mocht allemaal, dat deed je gewoon waar je kind bij was. Ja, dat kan je je nou niet meer voorstellen.